Wauw, deze zeepkisten zijn gaaf, opa. Wacht maar tot Elsie dit ziet. Elsie, klaar voor de race? Ik ben al uren klaar. Wauw. Geweldig. Goed, hè? Opa heeft echt zijn best gedaan. Opa en zijn assistent. Ik heb ze geschilderd. Mogen we al? Natuurlijk. De eerste die één keer om het huis rijdt, wint. Oké. Wacht even, ik wil het de rest vertellen. Mam, oma. De grote race gaat zo beginnen. Oh joh, maar dat willen we toch niet missen? Natuurlijk niet. We komen meteen naar buiten. Ja! Pap! Ik ga Omi even waarschuwen. Zij wil de grote race vast ook graag zien. Ja, zij is dol op racen. Pap! Pap! Ja, Zoe? De grote race, hij begint! Oh, ik kom. Schiet op! Pas op! Gaat het wel? Niks aan de hand. Ik heb niks. Ik gleed uit. Au! Wat is er? Ik heb mijn enkel verstuikt. Kom, leun maar even op mij. Rustig. Ik ga even wat zalf en verband pakken. Moeten we nog wachten? Weet ik niet. Misschien moet je gaan vragen waar ze blijven. Oké. En hoe voelt het nu, schat? Veel beter, dankjewel. Mam, pap, oma, we staan op jullie te wachten. Wat is er? Ik heb een ongelukje gehad. Ik viel van de trap en heb toen mijn enkel verstuikt. Een paar dagen rust en hij is weer zo goed als nieuw. Doet het pijn? Niet eens een heel klein mini-beetje. Het enige probleem is dat ik nu de hele dag hier moet blijven zitten. Net als ik, toen ik de zebragriep had vorige winter. En de hele dag niet uit bed mocht. Ik heb me zo verveeld. Ik ben bang dat ik ook last ga krijgen van ernstige vervelingsaanvallen. Nee hoor, dan blijf ik toch bij je. Maar hoe moet het dan met je grote race? Jij bent belangrijker dan de race, pap. Wat lief van je, Bizou. Gaat het niet door? Ik moet mijn papa helpen. Maar je kunt wel zelf door de tuin rijden, Elsie. Vind je dat erg? Tuurlijk niet. Vier. 1, 2, 3, 4. Vroom, vroom, vroom. Hey! Jij bent aan de beurt, Zoe. Papa voor Zoe, hallo. Jij bent... Ja, sorry, pap. 6. 1, 2. Ze heeft gewonnen! Drie, vier, vijf, zes. Zoe, heb je echt nog wel zin in dit spelletje? Nee, niet echt. Ik pak wel iets anders. Pap merkt het vast niet als ik nu even heel snel een rondje door de tuin rijd.
Bisou. Mam, ik... Oma vond het zo lief dat je de race hebt laten schieten om papgezelschap te houden. Dus je krijgt zo een superlekker stuk chocoladetaart van haar. Yummy! Oh, pap zit te wachten op een nieuw spel. Heb jij toevallig van de familie Bakker de dochter? Jee! Zoe? Oh ja, de dochter. Alsjeblieft. De bakkersdochter, Zoe. Niet mevrouw Vis. Oeps. Waarom ga je niet even naar buiten toe en met Elsie spelen? Maar, en jij dan? Ik red me wel. Ik heb mijn krantje nog. Chocoladetaart voor een extra lieve kleine zebra. Dank je, oma. Niks te danken, hoor, schatje. Ik blijf hier, pap. Echt, ik laat me niet meer afleiden door Elsie. Ja, vroom, vroom, vroom. Zo. Oh, ik ben ineens zo moe. Ik denk dat ik even een dutje ga doen. Is het goed als we straks weer verder gaan met de puzzel? Oh, weet je het zeker, pap? Oké, roep me maar als je wakker bent. Wacht op mij! Oh, Zoe, je bent er voor de race. Oké, jongens. Op je plaats. Klaar. Af. Elsie! Huh? Hallo, schat. Ik hoorde wat er gebeurd was. Hoe gaat het nou met je? Stukken beter nu ik wat rust heb genomen. Waar is Zoe? Zoe, kijk uit! Wat? Oeh. Oh. Het spijt me echt, Elsie. Dit was mijn schuld. Geeft niet. Kunt u het nog maken? Ja, vast wel, Elsie. Maar Zoe, waar zat je met je hoofd? Bij pap. Hij is wakker. Ik vind het niet leuk dat hij maar in die leunstoel moet zitten. Dus ik moet echt terug naar binnen. Tenzij we vragen of pap meedoet aan de grote race. Is een leunstoel? Yep. Opa, kun je wielen aan zijn stoel maken? Ja, tuurlijk. Haha, wat een goed idee. Vroom, vroom. Dit is geweldig. Vroom, vroom. Dit was een briljant idee van je, Zoe. Nu hoef ik me echt niet meer te vervelen. Dank je. Ga niet te snel, pap. Pas op voor je enkel. Doe ik. Oh nee, je hebt me ingehaald. Ja! En de winnaar is Zoe! Ja! Yeah!
de schat ziet, moet je me roepen. Oh, hier ligt hij ook al niet. Hij is echt goed verstopt. Sue? Oh, daar ben je. Luister eens even, Zinnia komt straks bij ons spelen. Maar ik ben een superschatzoeker. Ik kan die schat heus wel in mijn eentje vinden. Oh, maar het is vast veel leuker om samen op zoek te gaan naar die schat. Oké, dan moet ik maar even wachten met schatzoeker zijn. Sorry, Pok. We gaan straks wel verder met onze schattenjacht, oké? Zie zo eens kijken. Wauw, een reuzendoos. Nu kan ik Zinnia verrassen als ze binnenkomt. Op Zinnia wachten is saai, Pok. Laten we doen alsof de doos een coole auto is. Vroom, vroom. Dit is lachen. Opa, mag ik een raceauto maken van deze doos? Ik wil een stuk gaan rijden. Oh, wat een goed idee, Sue. Anders gaat hij toch gewoon maar naar het oud papier. Bedankt, opa. Pok en ik gaan er nu een paar wielen en wat raampjes en een deurhendel opverven. En dan lijkt het net op een echte auto. Dat vind ik echt een leuk idee, Sue. Maar, tja, ga alsjeblieft in de tuin verven. Niet in de gang. Geen probleem. We gaan meteen alles buiten zetten. Ja, ben er bijna. Kom op, we gaan beginnen. Zo, klaar. Hij is echt cool. Kom op, Pok. Vroom, vroom, vroom. Ik zie niet waar ik rijd, Pok. Ik heb mijn schaar nodig. Is je auto klaar? Nog niet, opa. Ik ga mijn schaar even pakken om raampjes te maken. Oh, wacht maar. Dan help ik je wel. In karton knippen is een grote mensenklus. Oké, dan, opa. Alsjeblieft. Bedankt, opa. Nu lijkt hij precies op een echte raceauto. Mwah. Hallo. Hallo. Veel plezier, schat. Hoi, Zinnia. Wat een mooie nieuwe auto, Sue. Kunnen we een stuk gaan rijden met mijn poppen? Oké, kom op. Moeten al je poppen met je mee? Eén is genoeg. Vind je niet? Er is ruimte genoeg voor iedereen, Sue. Met z'n allen een stukje rijden is veel leuker dan in je eentje. Oké, Zinnia. Neem al je poppen maar mee dan. Jippie! Dag, mam. Dag, opa. Dag, allemaal. Veel plezier. Rij voorzichtig. Vroom, vroom, vroom. Hoi, Sue. Hoi, Zinnia. Mogen wij ook mee? Oh ja, mag dat? Oké, maar schiet op. Kom maar jongens, stap in. Hey, pas op voor mijn poppen. Sorry, Zinnia. Heeft iedereen zijn gordel al omgedaan? Ja!
rijden. Oké, dan doen we dat. Oh nee, ik wil gaan winkelen met mijn poppen. Het strand is die kant op, Sue. Maar de winkels zijn die kant op. Nee, we gaan die kant op. Nee, we gaan die kant op. Zinnia! Oké. Omdat iedereen iets anders wil, breng ik Elsie naar het strand en Zinnia naar de winkels. En dan rijden ik en Zik naar de racebaan. Vroom, vroom. Ik kom je straks weer ophalen. Tot straks dan. Dag Elsie. En nu de winkels voor Zinnia en haar poppen. We zijn er. Dank je, Sue. Dag, Zinnia. Dag. Daar gaan we dan. Vroom, vroom, vroom. Hey, Sue. Mag ik straks ook een stukje rijden? Nou, eigenlijk mag dat niet. Want je hebt nog geen rijbewijs, Zek. En het is mijn auto. Dat is niet eerlijk. Het is niet leuk om alleen maar naast jou te zitten. Ik ga wel naar het strand met Elsie. Wat zal ik doen, Pop? Dat is waar. In mijn eentje rijden is helemaal niet leuk. Maar ik heb geen zin in het strand. Of in winkels. Met z'n allen rijden is wel moeilijk. Want iedereen wil ergens anders naartoe. Maar in mijn eentje is het te saai. Je vindt vast wel iets waar iedereen naartoe wil. En ik heb iets dat misschien kan helpen. Echt waar? Wat dan, mam? Een fijne picknickmand vol boterhammen en vruchtensapjes. Ja! De mand staat in de keuken. Ja, ja! Oma heeft hem voor je gemaakt. Ik ben dol op picknicken. En met mijn vrienden erbij is het nog leuker. Oma, oma, ik kom de picknickmand ophalen. Je moet wel goed eten na zo'n rit met de auto. Eet smakelijk. Bedankt, oma. Weet je al waar je heen gaat voor de picknick? Nog niet, oma. Sue, waarom zit je niet bij je vrienden? Ik ga zo, maar ik kreeg net een idee. We hoeven niet ver te rijden om een picknickplek te vinden. Bedankt, oma. Elsie, Zek, Zinnia. Moet je kijken wat oma voor ons gemaakt heeft. Wauw. Wat lekker. Verrukkelijk. En ik heb een idee. Waarom gaan we niet picknicken hier in de tuin? Ik weet de beste plek. Ja! Waar is dat? Daar, onder de boom. Ik wil op het gras. Wat dacht je van de tuintafel? Oh, laten we niet weer gaan kibbelen. Kijk! Pok wacht op ons. En Sue heeft gelijk. Onder de boom is de beste plek voor een picknick samen. Dat is waar. Kom op! Ik zal de boterhammen wel uitdelen. De eerste is voor Zek. De tweede is voor Elsie. De derde is voor Sue. De vierde is van mij. En de vijfde is voor mijn poppen. En natuurlijk ook een beetje voor Pok. Dit is heerlijk. Ik ben blij dat we samen zijn. Dit is veel leuker dan in mijn eentje. Ja, vind ik ook. Jullie moeten weer naar huis, jongens. Oh, nee. Het is nog vroeg. We willen nog spelen. En mijn poppen zijn nog niet klaar met eten. En we moeten ons ritje afmaken. Ik heb een idee. Kom op, stap in de auto. Mam, om thuis te komen, moeten we de hele weg terugrijden. En Zek kan ons brengen. Ja, dank je, Sue. Goeie reis allemaal. Dag, mam. We zijn onderweg. Tot zo. Heeft iedereen zijn gordel om? Ja. Ja. Oké, Zek? Oké, volle vaart vooruit. Vroom, vroom, vroom. We moeten gaan, anders komen we te laat.
Oh, het spijt me dat ik zo lang bezig was. Ik zocht mijn andere zilveren oorbel. Ze lagen allebei voor het raam en nu is er ineens één verdwenen. Ga lunchen met pap, mam. Wij zoeken hem wel. Niet waar, opa? Tuurlijk. Dankjewel, Bisou. Tot straks. Dag. We beginnen boven en doorzoeken alle kamers. Oké, Zoe. Daar gaat hij. Gevonden. Huh? Een sok. Oeps. Oh, sorry, Zoe. Hier ook niet, Sue. Hier ook niet. Maar waar ligt hij dan? Hoi, jongens. Mam, dat is ook snel. We hebben je oorbel nog niet gevonden. Hoe was de lunch? Nou, ik was mijn geld vergeten, dus we konden niet gaan lunchen. Dus, heeft iemand zin in iets lekkers? Oh, ja, ja graag. Komt eraan. Ik heb bijna geen melk en boter meer. Wie wil er even naar meneer Zoe? Ik moet toch die kant op, want onze muesli is ook op. Zin om mee te gaan, Zoe? Ja, leuk, opa. Ik ga wel. Elsie? Hallo, is u thuis? Ja. Kom verder. Hij lag voor het open raam. En nu is hij weg. Het was mijn verjaardagscadeau. Mijn mooie zilveren armband. Mam, straks heeft iemand jouw oorbel gepakt en Elsie's armband. Oh, ik weet het niet, Sue. Wat moet iemand nou met één oorbel? Ik denk dat het gewoon toeval is. We vinden onze spullen vast gauw terug. Kom mee, dan kijken we in de tuin of ze daar liggen. Oké, opa. Geen oorbel of armband hier. We gaan jouw huis doorzoeken. Hier liggen ze ook al niet. Tja, we hebben goed gezocht. Maar we hebben niets gevonden. Nou, zullen we dan maar naar meneer Zoe gaan? Dat vat ik maar op als een ja. Hallo. Oh, hallo, meneer Zoe. Een pak van mijn lievelingsmuesli graag. Oh ja, en wat boter. En een fles melk. Die volle melk met die zilveren dop. Ik heb alleen nog pakken. Iemand moet al mijn doppen meegenomen hebben. Echt? Bizar. Alles wat zilver is, verdwijnt de laatste tijd. De oorbel van zijn moeder is ook weg. En mijn armband. Vind je dat niet vreemd, Elsie? Nu ook de flessendoppen al. Die zijn ook zilver. Ja, wat gebeurt hier? Een hele rare zaak, meneer Zoe. Maar hopelijk hebben we dit mysterie gauw opgelost. Ja, ik hoop het. Dag. 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 Moet je kijken, opa? Ja, dat is een extra veer. Hij is super cool. Ja, ja, dat klopt. Roep me even als je nog iets ontdekt. Doe ik, Elsie. Tot morgen. Doei. Hallo, jongens. Kom maar naar boven, hoor. Oma's lievelingsbroche is nu ook al verdwenen. Oh, arme oma. Ze is dol op die broche. Ik kom al, oma. Oh.
Mijn broche. Hij lag gewoon hier. Ik deed het raam open voor wat frisse lucht en toen was hij weg. Wat is dat? Een veer. Net als daarnet. Een extra veer. Ja, ze zijn hetzelfde. Weet je zo? Dit is een aanwijzing. We gaan even iets opzoeken in mijn vogelboek. Oké, opa. Ah, kijk eens aan. Wacht eens even. Ja, hier staat dat extra's van glimmende dingen houden. Misschien houden ze van zilveren dingen. Die glimmen ook. En ik weet al hoe we daarachter kunnen komen. We hebben iets glimmends nodig. En groot genoeg dat de extra het kan zien. Perfect. Nu moeten we gewoon afwachten tot hij terugkomt. Nou, die is ook brutaal, zeg. Oeps. Oh, kijk! Hij is weg. De extra moet hem gepakt hebben. We moeten zien dat hij hem pakt. Ik denk dat ik wel iets weet. Dit keer krijgen we je, meneer extra. Hoe bestaat het? Volgens mij houdt hij echt van glimmende dingen. Hey, kom terug. Vlug, Sue, de tuin in. Hou die vogel tegen. Waarom loop je zo te schreeuwen? Die extra is de bandiet. Sue bedacht een list en nu heeft hij zijn button. Een extra, natuurlijk. Die zijn dol op alles wat mooi glinstert. Kijk, Elsie. Huh? Volgens mij ligt jouw armband daar. De extra heeft mijn button ook meegenomen. Ja, hij heeft iets glimmends in zijn snavel. Ik denk dat hij een nest in die boom heeft. Ik ga de ladder pakken, dan kunnen we gaan kijken. Dank je. Het spijt me echt hoor, meneer Ekster. Ah, alsjeblieft. Van nu af aan ga ik dit heel goed opbergen. Oh, en oma zal ontzettend blij zijn om dit te zien. Waar zal oma zo ontzettend blij mee zijn? Oh, waar heb je mijn broche gevonden? Hij lag in het nest van die extra. Hoe bestaat het? Alsjeblieft, Elsie, je armband. Dank u. En hier zijn je buttons, Sue. Bedankt, mam. Jongens, ik vind het zielig voor die extra. Nu heeft hij helemaal niks glimmends meer. Misschien moeten we hem wat folie geven. Wat folie? Goed idee, Sue. Ik ga het halen. Ik heb het. Bedankt, Elsie. Oké, Pop, breng het maar naar de extra. Zo, dat is gepiept, dus ik denk dat we wel iets lekkers hebben verdiend. Vooral Sue, want hij heeft het mysterie opgelost. Hoera! Yummy! Niet weggooien, mam. Hoezo? Wil je het houden? Wat lekkers voor de extra's. Oh, Sue. Ah.
Goed zo, Zoe. Zo, wat zullen we gaan doen vandaag? Het is de laatste dag van de vakantie, dus jij mag zeggen wat we gaan doen. Bedankt, opa. Ik wil graag naar het park. Dat is precies waar ik ook zin in heb. Dan kunnen we voetballen. En tennissen. Kom op, Sue. Even kijken wat oma wil. Kom maar, Pok. Ik wilde even zeggen dat ik je oude regenjas weg ga gooien. Er zit een groot gat in. Maar ik kan hem toch nog maken? Je hebt genoeg anderen. Hij gaat de vuilnisbak in. Nou goed dan, jij wint. Ik weet wie de baas is. Kom op, Sue. We gaan lekker spelen. Dag, oma. Tot vanmiddag. Dag jongens, veel plezier! Nee. En Zoe, wat zullen we eerst gaan doen? Dit! Ik stond nog niet. Oké, Zoe. Dat is 1 punt voor Zoe. De beste tennisspeler van de Zebra Cup. En Wimbledon heeft een nieuwe kampioen. Nog niet. Oh, oh. Het waait behoorlijk. Volgens mij wil de wind met ons spelen. Kan hij niet met iemand anders spelen? Hebbes. Laten we nu maar samen gaan voetballen, opa. Die bal is zwaarder. Goed idee, Sue. Dan zal de bal ook niet zo makkelijk wegwaaien. Jij mag eerst in het doel gaan staan, opa. Oké, Zoe. Ik ben er klaar voor. En Zoe trapt hem het doel in. Ja, Zoe de Wonderhoef heeft weer gescoord. Ik stond ook niet goed opgesteld. Dus kom op, nog een keer. Anne! Superkeeper, houd hem! Oké, superkeeper. Maar deze hou je nooit, opa. Wat gebeurt er? Dat komt weer door de wind, Sue. Opnieuw. Hey, kom terug. Geef hem maar een harde trap, Sue. We zouden natuurlijk ook iets anders kunnen gaan spelen. Wat dacht je van een spelletje met de wind? Ik laat het je thuis wel zien. Kom op! Wat ben je eigenlijk aan het zoeken, opa? Oh, dat zie je zo wel. Hij moet hier ergens liggen. Aha, ik heb hem! Een vlieger! Jippie! Ja, en niet zomaar een vlieger. Ik heb hier zo'n lol mee gehad toen ik klein was. We kunnen met de wind.
ik... Oh, nee, Sue, dit gaat niet lukken. Oh, het spijt me. En ik wilde zoiets leuks doen op je laatste dag. Weet je, opa, zo groot is het gat niet. Misschien kunnen we er wel iets op plakken. Haha, dat is een goed idee, Sue. Maar ik zou niet weten wat. Jawel, die oude regio's van u. Die oma daarnet heeft weggegooid. Oh, geweldig, Sue. Ren voordat de vuilde zebra's de zak meenemen. Oh, nee. Hij is al weg. Te laat. Nee, opa. Hij is er nog. Kom op dan. Werk aan de winkel. Kijk eens, Sue. We hebben genoeg stof om het hele doek van de vliegen te vervangen. Echt, opa? Ja, hij wordt weer zo goed als nieuw. Oké, Sue, kun jij de vorm van de vliegen overtrekken? Maar net iets groter dan de vliegen. Goed. Zo? Perfect, Sue. We hebben dat extra randje nodig om het goed vast te maken. Oh, wacht. Dit is erg scherp, Sue. Dus dit doe ik wel even. Oké, opa. Houd dit eens even vast. Oké, nu nog even de staart vastmaken. Kijk eens aan. Wauw, hij lijkt net nieuw. Bijna wel, ja. We zijn een goed team, Sue. Ja! Oma! Hm? Oh, wat een mooie vlieger. Nee, maar is dat niet je oude regenjas? Ja, we hebben de vlieger ermee gerepareerd. Als je me nou, slimmerikjes... Ik zei toch dat hij nog van pas kon komen? We gaan naar het park om hem te proberen. Oké, jongens. Veel plezier. Hou hem zo hoog mogelijk. Oeh. Voorzichtig. Wauw, wat een wind. Nou en of. Ben je klaar? Dan gaan we nu rennen. 1, 2, 3. Oh, nee. Hij moet veel hoger om de wind te kunnen vangen. Woehoe! Ja! Moet je hem zien? Bedankt, opa. Ook aan het vliegeren? Ja, maar het waait zo hard vandaag. Oh nee, hij zit vast in een lantaarnpaal. Zullen we jullie dan een hoefje helpen? Dat zou fijn zijn. Oké, Sue, dit doen we met z'n tweeën. Klaar? Klaar. Zag je dat? Hij bewoog, ik zag het! Oké, Sue, nog een keertje. Nu gaat het lukken, Sue. Wauw, hoera! Hoera! Bedankt! Klaar voor een vliegenrace, Zack? Ja! Hoera! Dit is de beste laatste dag van de vakantie. Ooit. Echt wel? Oh, niet weer. Wanneer krijgen we nou eens iets anders voor ontbijt? Zodra we al deze pakken op hebben. Oh. Ik denk niet dat ik hier nog meer van op kan. Nou ja, maar Sue krijgt tenminste zijn robot. Ja! Wil je die uitknippen, mam? Als ik die erbij heb, kan ik mijn robot ophalen.
Vandaag is de laatste dag dat het kan. Alsjeblieft. Bedankt, mam. Heeft Elsie al genoeg spaarzegels? Weet ik niet, maar ze zei dat ze er veel had. Opa, kunnen we nu naar meneer Zoe gaan? Oké, Zoe. Kom maar. Yippie! Oeps. Dank je, Pok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh? Ik heb er nog maar één nodig. Geen probleem, Zoe. Ik zorg wel dat ik bij meneer Zoe nog zo'n pak cornflakes koop. Mooi. Dus dan kan hij me meteen mijn robot geven. We gaan. Hallo, meneer Zoe. Hallo. Hallo, Zoe. Oh, hi, meneer Zoe. En wat kan ik voor jullie doen? Mogen we nog één pakken superkrak cornflakes? Ik heb er nog maar één, maar daar zit geen robotzegel op. Elsie heeft het laatste robotpak gekocht. Maar er moet er nog één zijn. Misschien is hij heel erg klein? Nee. Maar hier zitten spaarzegels op voor een clown. Een clownspop? Dat wil ik niet. Ik wil een robot. Ik dacht dat ik genoeg zegels had. Maar je hebt die ene van Omi toch nog? Welke, opa? Oh, lieve help. Die van Omi ben ik vergeten. Wat dom van me. Vergeten? Opa, vlug. We moeten nu meteen naar Omi. Dag, meneer Zoe. Dag. Kom op, opa. We moeten die zegel halen. Elsie heeft vast ook nog niet genoeg zegels. Anders had meneer Zoe wel gezegd dat ze een robot had. Ja, dat is een goed punt. Waar is wat? Mijn robotzegel. Opa zei dat u er eentje voor me had. Oh, dat. Ach, had het dan meteen gezegd. Ik heb hem hier gelegd. Dan raakt hij niet kwijt, hè? Hij ligt er niet. Maar hij moet er liggen, Omi. Het spijt me, Zoe. Hij is weg. Wat zou ik hem nou toch gelaten hebben? Oké, allemaal. We moeten Omi's spaarzegel vinden. Anders krijg ik geen robot. Vandaag is de allerlaatste dag van de actie. Ik ga wel in de keuken zoeken. Ik help je wel, Bisou. Ik kijk wel even boven. Ik zoek hier nog wel een keer. Dan help ik jou. Rustig maar, Zoe. We vinden hem wel. Ik hoop het maar. Nee, hier ligt hij ook niet. Hij ligt niet in de keuken. Ik ga kijken of opa en oma hem al hebben gevonden. Nee. Hebben jullie al iets? Sorry, Zoe. Maar Omi stopte echt belangrijke spullen heel vaak in boeken. Maar er staan wel heel veel boeken. Oh ja. En dan heb je ook nog al die boeken in Omi's kamer. Hij zit niet in Hoe brei je een oorlogsschip? Hij zit niet in Auto's en monteurs. En ook niet in Tuinieren voor gevorderden. Hij zit niet in deze boeken. Sorry, Zoe, je zegel ligt niet boven. Maar ik heb wel een idee. Misschien ligt hij bij het oud papier. Ze hebben het nog niet opgehaald, dus er zit heel veel oud karton bij. Goed idee. We gaan kijken. Niet hier. Of daar. Oh, wacht, Zoe. Ik pak ze wel even. Nee, hij ligt er absoluut niet tussen. We gaan terug naar binnen. Misschien ligt hij in de gang. Weet je wel, ergens onderin dat gangkastje. Oké.
Oké, pap. Het spijt me dat ik niet meer weet waar die ligt, Sue. Geef niet hoor, Omi. We gaan hem vast wel vinden. Hm? Hoi, Elsie. Hoi, Sue. Ik wilde even kijken of je al een robot had. Nog niet, Elsie. Ik moet nog één zegel hebben. Omi had hem opgeborgen, maar ze weet niet meer waar. Heb jij een robot al? Nee, ik kom ook nog een zegel tekort. Ik moet gewoon maar wachten tot de volgende keer. Oh, ik moet naar het postkantoor met mama. Ik hoop dat je je zegel nog vindt. Tot ziens, Sue. Dag, Elsie. De post. Je weet maar nooit. Ook al niet. Dat is waar ook. Ik heb ook iets voor de post. In mijn handtas. Ik haal hem wel even voor u, Omi. Oh, dank je, Sue. Alsjeblieft, Omi. Dank je, Sue. Ik leg ze hier. Hm? Omi, mijn naam staat op deze brief. Echt waar? Och, tuurlijk, Sue. Het is je zegel. Oh, ik weet het alweer. Hij zat in een envelop. Hij is vast tussen mijn brieven gekomen. Alsjeblieft, Sue. Dank je, Omi. Nu moet ik gauw even mijn andere zegels gaan pakken. En dan kan ik mijn robot ophalen, opa. Oké, Sue. Super bedankt, Omi. Zo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We kunnen gaan. Oma Sue, er staat dat je voor 12 zegels een robot krijgt. Maar dan heb ik er nog steeds niet genoeg. Ik wil zo graag een robot. Hi, Elsie. Heb jij ook geen robot gekregen? Nee, ik kom er nog eentje tekort. Eén maar. Ik ook. Elsie, ik weet iets. Je hebt 12 zegels nodig voor een robot. Maar we hebben er ieder maar 11. Ja, maar als jij er nou één aan mij geeft, heb ik er 12. Dat is genoeg voor één robot. Voor ons samen. Dus je wil hem delen? Ja, wat vind je ervan? Ik vind het een heel leuk idee. Oké, dan doen we dat. Opa, we hebben genoeg zegels. Kunnen we gewoon naar meneer Zoe gaan? Elsie gaat ook mee. Hier zijn 12 zegels, meneer Zoe. Gefeliciteerd, Sue. Het is je toch nog gelukt. Alsjeblieft, het is de allerlaatste. Wauw! Dank u, meneer Zoe. Kom op, jongens. We gaan naar huis. Dit is de gaafste robot ooit. Bedankt allemaal dat jullie me hebben geholpen. En vooral u, Omi. Graag gedaan, lieverd. En ook bedankt van mij. Ja. Maar nu je hem hebt, mag ik dan nu weer mijn lievelingscornflakes? Oh nee, opa. Nu wil ik de zegels voor de clown gaan sparen. Huh? Dat was een grapje, opa. Ook niet. Niet. Ik kan hem niet vinden. Pok? 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 Waar ben je?
Sorry, Pok. En Bizou, wat ga je vandaag aandoen naar Elsie's verkleedfeestje? Nou, ik was op zoek naar dit. Bieha! Een cowboy-outfit. Wat een leuk idee. Je wordt vast een hele goede cowboy. Maar weet je, van zo'n dag op je paard zitten krijg je honger. Dus wat dacht je van een ontbijtje? Oh ja, graag! Een groot cowboy-ontbijt voor meneer. Hoi allemaal. Goedemorgen, Zoe. Wat een gave kleren. Alsof je uit het Wilde Westen komt. Bedankt, pap. Ik ben Cowboy Zoe. Hiha! Zeg, Cowboy Zoe, hoe gaan Elsie en Zack verkleed? Ik weet niet, maar ik ben heel erg benieuwd. Nou, maar er loopt vast maar één sheriff rond. Ik kan een penning maken van aluminiumfolie. Oh, sorry. Ik heb de aluminiumfolie gisteren opgemaakt. Oh. Hindert niks, hoor. We gaan wel naar meneer Zoe toe. Die heeft het wel. Hiha! Morgen, cowboy. Dag, meneer Zoe. Morgen. Wat kan ik voor je doen? Morgen, meneer Zoe. Ik heb folie nodig voor een sheriffpenning. Aha, voor Elsie's feestje? Mm-hmm. Wacht, waar lag het ook alweer? Ik weet dat ik het heb, want Zack had het ook nodig voor zijn penning. Hm? Bedoelt u dat hij ook als cowboy wil gaan? Wel alle 1000 bommen en granaten! Een piraat? Dus jij gaat als piraat? Ja, en jij gaat van de planken lopen. Oh, Zoe, pas op voor al die haaien. Hoera! Waarom wilde je ineens toch geen cowboy zijn? Oh, ik zag een piratenfilm en ik wou er ook heel graag in zijn. Piraten zijn cool! En cowboys ook! Alsjeblieft, cowboy. Een cadeautje van meneer Zoe. Bedankt, meneer Zoe. Tot strakjes, piraat Zack. Dit wordt een prachtige sheriffpenning. En dit erbij en je bent de beste cowboy ooit. Bedankt, mam. Dat is super. Huh? Oh, ik ga wel. We moesten jullie even Zinnia's outfit laten zien. Vind je niet dat ze een prachtige cowgirl is? Ja, het staat haar erg leuk. Leuk? Het is fantastisch! Niet waar, mijn lieverd? Ja, het staat me echt perfect, mama. Is dat Elsie? Nee, hè? We kunnen niet hetzelfde gaan. Dus jij moet als iets anders gaan. Maar ik wilde al als cowboy gaan. Oké, dan. Wat jij wilt. Maar ik win toch wel. Mijn outfit is veel beter dan de jouwe. Kom, we gaan weer, mijn liefje. Ja, mama. Tot ziens, Sue. Dag, Zinnia. Maar wat moet ik nu doen, opa? Het feestje is vanmiddag al. Hoe moet ik voor die tijd aan nieuwe kleren komen? Rustig maar, Zoe. We gaan wel iets bedenken. Kop op, Zoe. 3 mensen weten meer dan 1. Misschien kun jij als piraat gaan. Maar Zack gaat al als piraat. Oh. Ik heb een idee. Ik heb meer aluminiumfolie nodig en Zoe's witte skipak. Waarom, opa? Kom maar mee. Wat maakt u, opa? Ja, wat moet dat gaan worden? Ik geef jullie een hint. Denk aan een plek ver, ver van hier.
Je ziet hem alleen 's nachts. En hij is groot en rond. En als je er loopt, doe je zo. De maan! Een ruimtepak! U bent een ruimtepak aan het maken. Precies, een ruimtepak. Jij gaat verkleed als astronaut. Opa, u bent een held. Nou, kom op jongens. Er moet nog veel geplakt worden. Nu alleen nog een ruimteschip. Ja, Sue is de perfecte astronaut. En weet je, volgens mij vind ik mijn ruimtepak nog veel leuker dan mijn cowboypak. Ik ga wel. Hoi, Sue. Hoi, Elsie. Ik heb geen witte garen meer voor mijn kostuum. Hebben jullie dat? Weet ik niet. Mam, hebben wij ook wit garen? Hallo, Elsie. Hallo. Ja, heb ik. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik moet opschieten, anders krijg ik mijn ruimtepak niet op tijd af. Zij nou ruimtepak? Ja, hoe ga jij dan, Zoe? Dat is een verrassing. Oké, ik zie je straks wel. Dag, Elsie. Opa! Mam! Help! Wat is er aan de hand, Sue? Elsie heeft ook een astronautenpak. Oh. Wat moet ik nu doen? We kunnen niet allebei als astronaut gaan. Nu kan ik niet naar het feestje. Sue, rustig maar. We verzinnen heus wel iets. Maar mam, er is geen tijd. Tijd? Weet je, Sue, dat brengt me op een ideetje. Als je nu eens terugging naar het begin van de tijd. Terug naar de allereerste zebra's op aarde. Je kunt naar het feestje gaan als de oerzebra. Kijk maar eens, Sue. We kunnen inderdaad iets geweldigs voor je maken. Dit heeft vast niemand anders bedacht. Opa, wat gaaf. Maar hoe moet ik aan al dat haar komen? Oma heeft een oude pruik. Tuurlijk. Kom op, Sue. We gaan vragen of je mag lenen. Alsjeblieft. Hij is denk ik wel wat lang. Bedankt, oma. Let op, jongens. Je kant het haar naar achteren en weer terug. Kijk maar zo. Zo dus? Ja, zo moet het. Doen jullie dat maar, dan maak ik de rest van je pak even af. Ik hoop dat het op tijd lukt. Ach, natuurlijk wel. Wedden? Weet je, mama? Mijn kostuum is het beste. Ik win vast die eerste prijs. Tuurlijk win je, liefje. Jij bent overal de beste in. Hoera! Dat is een fantastisch kostuum, Sue. Lach eens zo'n pruik. Ja, je bent de beste oerzebra ooit. Dank je. Oké, jongens. We zijn klaar om de winnaar van de verkleedwedstrijd aan te kondigen. Oh, dankjewel, jongens. Ik wilde nog zeggen dat... Zinnia, ik heb nog geen winnaar aangekondigd. Oh. Wie zou er gaan winnen, opa? Iedereen wint hier, Sue. Jullie hebben allemaal zo'n prachtig kostuum. Het meest originele kostuum is... Sue met zijn oorzebra. Hoera! Ja! Goed gedaan! Alsjeblieft, Sue. Dank je, Elsie. Wauw! Wauw, dat scheelde een haartje.